Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSP Varamor en vandaag ga ik op pad met Wim met de B-klasse met wat oudere striping en in dit gebied. Nu krijgen wij daar een melding, dus ik moet even kijken hoe we daar makkelijk naartoe kunnen via de snelweg. Waarom in dit gebied? Omdat ik eigenlijk dacht van nou weet je wat, hier krijgen we eigenlijk best vaak meldingen als we in de stad zijn aan het rijden. Dus waarom gaan we daar niet gewoon eens surveilleren? Want de meldingen die ik daar krijg zijn best leuk. Goeiedag collega's. We gaan even kijken, we krijgen nu een melding. Ik heb het eigenlijk een beetje gemist. Ik geloof een... Ja, dat lag niet echt aan mij. Melden van een stil alarm. Dus ja, moet ik de kogel weer in de vesten aantrekken? Dat weet ik niet. Dus ik doe het ook even niet. Ik heb geen idee wat ik daar ga aantreffen. We gaan in ieder geval met vrijstelling die kant op. Dus dat houdt in dat ik wat snelheid maak en inhaal op plekken waar dat niet, niet altijd is toegestaan voor ons als normale burger. Links is vrij, voor mij komt een auto. Ik hou in. Op dit moment ga ik gas geven, toch niet, want er komen twee auto's. Ik word gebeld als jullie het horen. En dan rijden we nu dus gewoon even met het verkeer mee. Daar is niks aan te veranderen. We gaan hier wel even langs. We zetten blauw aan voor het... verkeer hier. Ik ben heel langzaam, want ik weet hoe het verkeer hier rijdt. Kijk, dat is één, die rode. Ja, dat kan ik hebben. Nu hier, ja, hebben we. En hier links er even langs. Kijk, achter ons, daar is alles stil. Blauw gaat er weer vanaf en we kunnen gaan karren. Deze B-klasse is gemaakt door Enno Mods en Sys Games. Shoutout naar, oftewel Ido trouwens, NO en Ido. Shoutout naar Bad Boys. Als ze links blijven rijden gaan wij er gewoon rechts langs. Die auto rijdt hier ook lekker in het midden. Nou, kan ik er even langs. Hier nog een motorclubje. Daar kunnen we nog langs. Ja, perfect joh. Zij komen natuurlijk best veilig door het verkeer heen. Tot nu toe. Links is vrij, rechts is vrij. Stad. Wie is de chef? Wie ziet hier uit als een chef? Deze mevrouw. Kippen! Oh, hallo mevrouw. Wat is hier aan de hand? Bedankt voor het komen, zegt ze. Oh, oh, oh. Ze zegt eigenlijk... Het zijn hun twee dat. Nee. Die zijn binnen. Dus eigenlijk, er zijn twee mensen die werken niet voor ons bedrijf. Of zijn jullie dat wel? Nee, hun zijn het niet. Iets met vergiftig voedsel en ze zitten nog binnen. Ik ga gewoon eens kijken. Een beetje andere melding dan ik me had voorgesteld. En hier zijn twee medewerkers. Nog meerdere medewerkers, maar twee paarse stipjes.
Goedendag, hallo. Hallo mevrouw, weet u wat er aan de hand is waarvoor ik hier ben? Wat, zegt ze. Ja, nou, laat maar zitten. Ja, ga naar... Ja, wat moet ik nou? Zij dan? Hallo mevrouw, weet u wat er aan de hand is waarvoor ik hier ben? Nee, ook niet, sorry. Is dat nou precies dezelfde naam? Oké. Okay. Moeten we nou, Wim? Moeten we verder zoeken? Nou, daar zijn we twee stippies. Zeg maar, als je een crimineel bent en dan komt de politie naar je toe en die vraagt jou, weet je wat er aan de hand is? Dan zeg je nee en dan loopt weer verder. Dat is wel makkelijk natuurlijk. Blijkbaar zijn dus wel mensen, ja nou ja. Ik weet niet waarop Wim baseert wie die moet hebben. Of in ieder geval dit script baseert wie, op wie die moet hebben. Deze mensen staan er vandaag bij. Of ja, vandaag, die staan bij het voedsel. Hallo. Nou, dezelfde vraag weer. Zij heet ook Kate Lotter. Heet het allemaal Kate Lotter. What the f- Er zijn geen eenheden meer nodig. Oké, even kijken. Backuppie. Naar achteren lopen, rustig. Even kijken, die daaronder zie ik niet helemaal. Die zal ook wel neer zijn. Er gaat er nog eentje rennen, geloof ik. Wie gaat er rennen? Waar en waarom? Wie gaat wat waarheen? Enemy, waar hangt hij aan? Ja, nou, ver weg. Oké. Okay. Goed, wat er dus gebeurde. Die zeiden, Wim zegt van ja, het eten is vergiftig of zoiets. Hun zeggen nee, dat is niet zo. Wim zegt ja, dat is wel zo. En vervolgens worden we beschoten. Oké. Okay. Ja, goed. Ja, dit wordt een PD. En dan gaan we dus een lijkschouwer voorop vragen. Nou, we hebben in ieder geval de twee gevonden die het waren. Dan kunnen we in principe weer verder. Kan ik hier sneller naar buiten? Nee. Je bent er nooit binnen geweest, wisten jullie dat? Boeit jullie ook niks of jullie dat wisten of niet. Maar ik wist niet dat dit gebouw zo bestond, zeg maar. Zijn wij zwaar gewond? Nee joh, niks aan het handje. Nu gaan we wel weer terug richting Grapeseed is dit geloof ik. En omdat daar dus vaak die meldingen komen waar ik het over heb. Ik zou zeggen, ik zie jullie daar zo meteen. Zo, we zijn weer terug in het stadje, dorpje waar we oorspronkelijk dus wilden starten. Of waar we ook zijn gestart. Grapeseed heet het hier geloof ik, als ik me niet vergis. En ja, we gaan even kijken wat we nog verder gaan beleven. We rijden half de straat of de weg af, maar niks uit kan gebeuren. Ik ga het voertuig controleren anders even. Voor ons is niet verzekerd en ik moet zeggen, de lading die erin ligt, die ligt nou ook niet echt lekker waarvan je zegt van zo, dat ligt veilig. Er komen nog meer collega's, ik laat het voertuig even staan waar die hier staat. Nee, dit kan er zo uitvallen, dus de lading ligt niet veilig in ieder geval, niet gezekerd. Goeiedag, oh ik heb weer twee dingen. In beeld staan, hier kunnen we dus helemaal niks mee. Want als je dit zo doet, je krijgt ze niet. Nee. Ja, zo hebben we. Oké, okay, even kijken. Goeiedag meneer.
Ja, waarom is het voertuig niet verzekerd? Dit is een showvoertuig en nee, wat zijn er? Ik ben er niet echt veel mee op de weg. Ja, dat betekent niet dat je niet mee. Dat betekent dus niet dat je maar niet hoeft te verzekeren, wil ik eigenlijk zeggen. Ik ga even jouw gegevens controleren. Nee, en de lading ligt er ook niet echt lekker bij. Als je één keer hard remt, dan vliegen of die dingen vooruit. En als je één keer hard optrekt, ligt alles erachter. Dus daar krijg je ook een bekeuring voor. Je krijgt voor twee dingen een bekeuring. Voor het rijden met één. Geen verzekering, no insurance. En... dit individual. En dan gaan we het voertuig in beslag moeten nemen, omdat je dus met een niet verzekerd voertuig rijdt. Ik weet nog steeds niet zeker hoe dat nou in Nederland zit, maar voor nu lijkt het dus wel te kloppen dat we hem in beslag moeten gaan nemen. Dus ik ga even een taakwagen vragen. Nu heb ik geschreven. Je kunt hier... Nee, heb je nou... Huh? Vroeg je echt voor deze? Poging 2. Tow truck. Assistance required in grapeseed. Grapeseed. Oké. Nou, wij gaan door. Kijken wat we nog gaan treffen hier. We have medical aid requested on Columbia Road. Kleine prio 1 melding waarschijnlijk. Vermoed prio 1 assistentie, ambulance en diabetes. Te zien in de vrachtwagen is onwel geworden. Laten we eerst even het gebied hier veilig af. Spulletjes indien nodig en dan gaan we dan snel kijken bij die beste heer. Goeiedag meneer. Glucose 435 milligram per, ja, dat zegt me helemaal niks altijd. Ik ga hier een ambulance vragen, want ik als leek, oftewel Wim als politieagent, mag je toch niks mee doen. 485 milligram slash DGDL of zoiets. ...435 is 24,1. Dat is veel te hoog dan. Oké, wacht. We halen hem even uit de auto. Wellicht dat hij dan neer gaat liggen en blijft liggen. Nee, dat doet hij niet. Hij gaat mij zelfs willen slaan. Hey, chef, luister eens even. Zo, poging 2. Nou, hij is nog steeds niet. Dan doen we maar even alsof hij onwel is geworden en nu hier wel ligt. De ambu draait weer om. Ja, dus conclusie. Hij heeft een te hoge bloedsuiker. Daar kun je eigenlijk niet veel mee. Insuline normaal gesproken. Maar als de ambu dat niet bij zich heeft, en dat hebben ze ook niet, dan heb je er alsnog... Of als hij het zelf niet bij zich heeft, dan heb je er niet veel aan, want de ambu heeft het ook niet bij zich. Oh, jij moet mij hebben ofzo? Dank u. Thanks. Nou, kijk nu maar bij de beste amigo. Hij leeft weer.
Ja, kunnen we. Jullie gaan hem meenemen en ik kan weer op vervolg. En dat ga ik zeker doen. Met een soort van brancard. Nice. Als we dit ding nou vervangen voor een brancard model, dan ziet dat er wel kicken uit. Zo, we gaan weer terug. We rijden overal en nergens. We rijden op verharde wegen, onverharde wegen. Krijg je een melding van een mogelijk auto-ongeval. Er zit één iemand in. Verder geen voertuigen in de omgeving te zien. Lijkt op een eenzijdig ongeval. Meneer, hallo, kunnen we horen? Nee, dat kan hij niet. Ik wil graag... een rappetje. Nou, die hebben we natuurlijk weer verkeerd ingesteld, ja. Dag, laat ik cool een rapid responder komen, want die heb ik wel in game staan, maar natuurlijk komt er weer een BMW die oranje is en een markt. En dan vragen we hem meteen naar ambulance, want die moet toch getransporteerd worden, denk ik. Hallo. Nou, jullie halen hem uit het voertuig, oké. Okay. Nou, er komen twee ambulances zelfs. Oh, ja, super. Hij leeft weer. Ik ga takenwagen vragen en eerst naar weg hier. Het is namelijk niet op een weg waar verkeer komt, dus wij hoeven daar niet de wegafzetting te doen. Jammer. We have a suspicious person on New Empire Way. Ik ga weer op precies dezelfde plek de fout in. En net vloog ik hier ook al eigenlijk een beetje door de bocht. Hetzelfde voertuig met weer een lading die niet helemaal klopt. Klopt. San Andreas. San Andreas. Oh, dat is blijkbaar daar. Wacht, mijn stuur gaat volledig naar rechts, dus ja, dat. Jullie zien het voertuig ook slingeren, neem ik aan. Voertuig voor mij zit te slingeren, die gaan we een stopteken geven en laten blazen. Attention all units. We gaan daarna even kijken bij een melding van een gevecht hier zo. Hopelijk gaat dit voertuig dus ook gewoon meewerken. En kunnen we die of zijn weg snel laten vervolgen. Of aanhouden. Hallo. Is u dronken toevallig? Is drugs genomen? Nee, oké. Okay. Hey, blaas even voor me als je wilt. Twee collega's die zouden ook even naar de vechtpartij kunnen gaan natuurlijk. Oké, okay. Alcoholtest negatief, drugstest is positief. Dan mag je uitstappen, dan ben je aangehouden voor rijden onder invloed. Je bent niet te antwoordplicht, je hebt recht om een raadsman niet instappen. Dan mag je omdraaien. OC, ga je een transport en uit deze kant op, ik ga je nog fouilleren. Nee. Zo, daar wordt nee, niet geschoten. Oké, okay.
goed. Transport 1 is er. Takel waggel. En dan gaan wij snel door naar die vechtpartij. Nou ligt er al eentje Nokkie. Hallo. Wat in godsnaam is hier gebeurd? Goeiedag. We gaan met mijn vrouw. Ik ruik alcohol bij je. Nou luister eens, ik ben bij deze direct aangehouden. Voor poging tot zware mishandeling, dan wel een stukje moord. Ik wil even weten wat hier gebeurd is verder, dus ik ga ook een ambulance meteen vragen voor mijn vrouw. Mijn vrouw? Er is geen enkele reactie meer in mijn vrouw te zitten. Neem hem hier even weg van deze locatie. Oké, heb je nog dingen bij die je bij mag hebben? Ik ga je fouilleren. Zakmes. Oké, goed. Jij blijft hier even staan. Ik ga van de transport eenheid voor hem vragen. Even kijken of hij hier... De vrouw wordt gereanimeerd. Ze leeft wel, dus dan wordt het mishandeling. Mits zij aangifte wil doen natuurlijk. Het kan zomaar zijn dat zij straks zegt nee, was niet nodig. Dus ik ga niet geen aangifte doen. En dan staat hij redelijk snel weer op straat. Ben je door naar de laatste melding van de dienst? Hoi, alles goed? Waarom sta je te pissen hier dan? Ik heb het niet thuis, ik red het niet tot thuis. Nou ja, ik... Wacht even, Wim. Je spreekt voor jezelf. Oké. Okay. Nee, hey, heer, vervolg lekker je weg. Laten we eerlijk zijn. Hier pissen, ik vind het geen probleem. Wim zegt meteen ik ga je een bekeuring schrijven. Maar ik vind het... Nou, we rennen nu wel weg. Nou, laat hem maar gaan, weet je. Laat hem lekker rennen. Oprecht, hij mag daar gewoon pissen. Buiten de bebouwde kom mag dat sowieso geloof ik. En nu was dit een best afgelegen plek. We've got a possible 211 in Palato Bay. Heeft hij hem wel nou aangenomen of niet? Ja. Hey, we gaan even het zware vestje aantrekken. En naar mogelijke gewapende overvallers. Of in ieder geval mensen die van plan zijn een gewapende overval te doen. Ze zijn iets aan het plannen. En dat mag niet. Of ja, het ligt er natuurlijk aan. Het kan zomaar een andere situatie zijn dan we dachten. Yes, gaat goed.
go, nantjes. Ik heb het gevoel dat we nog gaan schieten vandaag. Ik ben even aan het denken, heb ik dat al gedaan? Nee, deze dienst nog niet. Jawel, trouwens wel, ja. Daar ook weer in Paletto B. Dus wellicht dat we daar weer gaan schieten. Nee, ja. Gebruik maken van alle banen. Ja. Lijkt op die takelwagen van Cars. Of ligt dat aan mij? Blauw gaat eraf. Wacht even hoor, iemand is de witness. De middelste is de witness. Goedendag heer. Oké, goed. Hij zegt, ik zag deze twee personen hier helemaal raar rondlopen en zo. En ik heb ze even staan gehouden eigenlijk. Nou, goedendag mevrouw. Wat was hier precies aan het doen? Ben iets van plan? Wat? Is wandelen illegaal of zo? Je kunt me niks bewijzen. Nou, dan deze heer. Gedag heer. Hij zegt ook niks meer. Nou, goed. Hey, luister chef, ik wil van jou in ieder geval even een identiteitsbewijsje hebben. En van die mevrouw trouwens ook. Ik heb een collega erbij gevraagd. Oké, blijf je nog even staan. Ah, jij wordt sowieso gezocht. Jij bent bij deze direct aangehouden. Mag je omdraaien, geen rare dingen doen. Collega, hou die vrouw even in de gaten. Jij blijft staan. Jij blijft staan. Oké, transportje voor hem gevraagd. Mevrouw, blijf nog even staan. Ik heb uw identiteit niet kunnen vaststellen. Dat wil ik bij deze wel nog even doen. Anders is het inderdaad wat mijn collega zei. Weg hier en niemand terugkomen als je niks te zoeken hebt. Jij hebt ook nog gezocht. Dat betekent dat je ook bent aangehouden. Omdraaien. Nou, dat is maar goed dat we controleren. Daarom altijd controleren. Oké, goed. Ik ga nog. Een vrouwelijke collega vragen. Die kan haar fouilleren en eventueel ook daarna meenemen richting politiebureau. Fouilleer haar even en neem haar daarna mee. Mensen, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop jullie leuke video vonden. Ik jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video. Wat er gaat zijn, ik heb zelf nog geen idee. Dus ik laat jullie verrassen. Tot de volgende. Jojo. Die was snel, hè? Ja, die was snel.